Ja, welkom iedereen bij alweer een nieuwe aflevering van de Good Night Show van Dreams TV. De meeste kijkers weten wel wie ik ben, maar voor de nieuwkomers, ik ben Erik Kastelein en ik vertel iedere dinsdag een geschiedenis uit mijn boek Oog en Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. Ik heb... dit is de suggestie voor aan het eind van de video. Voor het Sinterklaasfeest. Dit is het boek Oog en Oog met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed. Ik heb het de vorige keer gehad over Pater Wijdman, de redemptorist die de progressieve Surinaamse Volkspartij heeft opgericht met zijn vriend Koen Ooft. En ik heb toen even gehad over het boekje Spanhoek. Nou, daar heb ik heel goed nieuws over. Dat kunt u namelijk gratis downloaden op de applicatie van de Koninklijke Bibliotheek. De digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. Dus dat kunt u downloaden en lezen. En dan uiteraard wel na deze video. Goed, ik ga het vandaag hebben over de hulp van Suriname aan Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. En ik ga het hebben over het dankbaarheidsmonument. Dat staat op het Sivaplein. En ik heb een plattegrondje gemaakt, zodat jullie ongeveer weten waar dat monument zich in de stad bevindt. En ik heb het verhaal natuurlijk weer kunnen reconstrueren aan de hand van veel oude kranten en boeken. Onder andere het boek van Van der Meer, Spitfires. Ik kom daar zo meteen op terug, dat heb ik helaas niet zelf. Maar de strafkolonie van Twan van den Brand heeft me weer veel geholpen. De geschiedenis van Suriname, Hans Bulling, is een belangrijk boek. Veel informatie uitgehaald. En de gemeenschappelijke strijd, waar onder andere de oorlog van Suriname tijdens de Tweede Wereldoorlog in staat. Het monument is onthuld op 6 november 1955 door koningin Juliana. Ze was toen op een 10-daagse werkbezoek in Suriname. Stond toen te midden van een grote vijver. Die is helaas in de loop van de jaren afgebroken. En de kunstenaar van het monument, van die 6 november 1955, dat is Mari Andriessen, een Nederlands kunstenaar Mari Andriessen geweest. Hij verbeeldt de verbondenheid tussen beide landen met drie vrouwenfiguren van Afro-Surinaamse afkomst, van Hindoestaanse afkomst en van een Nederlandse afkomst. En als basrelief op de sokkel zijn drie gezichtjes van een Chinese, Javaanse en een inheemse vrouw. Ik heb een korte video gemaakt om toch even een impressie te geven. Kijk maar even mee. Ja, bedankt. Fijn dat jullie weer terug zijn. Wat bijzonder aan dit monument is, en ik heb gezocht, maar ik heb het niet kunnen vinden. Volgens mij is het enige monument wat bij wet is vastgesteld. Als volgt, dus de Tweede Kamerlid Bernard Verhoeven heeft een wetsvoorstel ingediend en heeft gemotiveerd als volgt, een citaat. Het Nederlandse volk is bezield met dankbaarheid. Nou, deze motivatie, dat levert een enorm applaus op en op de banken van de Tweede Kamer een heel hard geklop en is dus aangenomen. En vandaar dat dit monument er gekomen is in 1955, dus ruim 65 jaar geleden. Wat heeft Nederland nou, of wat heeft Suriname nu gedaan? Er zijn direct na het uitbreken van de oorlog zijn er steunfondsen opgericht. Onder andere het comité Oorlogsnoodfonds Suriname, het Surinaamse Rode Kruis en Suriname Waakt. Hebben allerlei acties op touw gezet. Hebben geld opgehaald, goederen opgehaald en dat verdeeld, verstuurd naar Nederland en is daar verdeeld. Een aardige actie is geweest in Suriname. De actie om zilverpapier en metaal op te halen. Heeft enorm bedrag opgeleverd, 130.000 Surinaamse gulden. Dat was in die tijd enorm veel. En het is overgemaakt aan het Prins Bernhard Fonds. En het Prins Bernhard Fonds is aan het begin van de oorlog opgericht om geld in te zamelen, om wapens te kopen.
voor de oorlog tegen de Duitsers. Een volkomen onbekend verhaal. Behalve dan voor de lezers van mijn boek Oog en Oog met Paramaribo. Een volkomen onbekend verhaal is het Spitfire-verhaal, Spitfire-fonds. Nou, de Surinaamse journalist Wijngaarden van de krant Suriname begint in augustus 1940 het zogenaamde Spitfire-fonds. En dat is een kopie van het fonds uit Nederlands-Indië. En wat wil hij? Hij wil geld inzamelen voor de aankoop van een Spitfire. En dat geld moet dan overgemaakt worden aan de Britse regering. En de Britse regering die bestelt dan bij de leverancier Supermarine zo'n toestel. Nou, dat is een enorm succes. Grote bedragen van onder andere gouverneur Kielstra. Maar ook kleine bedragen van 10 cent van een Hindustaanse veldarbeider. Of van een scholier die met 5 cent komt. Het is een tweewekelijks verschijnende krant en bij iedere verschijning komt weer een grote lijst van giften wordt er gemeld. Nou, in eind december, het is groot succes, eind december van hetzelfde jaar is 38.000 Surinaamse guldens bij elkaar gehaald. En zoveel kostte in die tijd een Spitfire. Nou, gouverneur Kielstra maakt dat bedrag over aan de Britse regering. Maar, en dan moet ik even een citaat nemen. Hij zegt er wel het volgende bij. En zij, dat is dus het Surinaamse volk, hè, en zij zouden het voorts hoogelijk op prijs stellen. Na afloop van de oorlog bedoeld vliegtuig als monument in Suriname te zien opgesteld. Nou, benieuwd hoe dit gaat aflopen? Blijf kijken, want ik ga het nu vertellen. In mei 1941 levert de leverancier Supermarine het dus Spitfire af aan het Tiger Squadron I Fear No Man. En het toestel heeft als nummer P-8364. En het aardige is dat de Britten die gaven aan zo'n vliegtuig de naam van de schenker. Dus hij heet Suriname. De P-8364. Suriname. Op 6 mei, een paar dagen later, gaat vlieger, piloot, sergeant Arnott, kruipt in de cockpit en begeleidt samen met wat andere Spitfires Britse bommenwerpers naar Frankrijk. Ze raken boven het kanaal, raken ze in een enorm luchtgevecht. Dus gaan vliegtuigen storten neer en vliegen in brand. Hij weet wel getroffen, maar hij weet het vasteland van Frankrijk te bereiken. Vlakbij Calais weet hij wat woonwijken te ontwijken. Maar zijn vliegtuig staat in brand en hij stort uiteindelijk neer. Hij overleeft de crash. Hij wordt gevangen genomen en in een kamp gevangen gezet. Het vliegtuig brandt uit, wordt verder ontmanteld en de restanten worden omgesmolten. Dus het verzoek van Kielstra om als monument opgesteld te worden, ja, dat is er dus niet van gekomen. Het is trouwens het operationele vlieguren van dit toestel, van de P-8364 Suriname, zijn 5 uur en 15 minuten geweest. Ja, en een van de kranten schrijft van een van de kortst levende Spitfires. Goed. Veel informatie heb ik trouwens over dit vliegtuig, deze geschiedenis, gehaald uit de Battle of Britain London Monument. Mails werd ik direct beantwoord en geweldig mooie extra informatie gekregen. Goed, dit was het weer. Bedankt voor het kijken. Morgen is mijn collega Lucinda er. Nu kan ik hem geven natuurlijk. De tip voor de Sinterklaasfeestdagen, ik zou zeggen, maak hele goede vrienden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Ja, en de bloopers van deze video is dat ik het boek aan het begin zo heb opgehouden. Maar ik moet de video 2 keer moeten opnemen. Dus ik heb het boek 3 keer moeten inpakken. Pff, iedere keer weer nieuw papier. Ik was blij dat ik genoeg cadeaupapier had. Nou, tot zover de bloopers. Bedankt. Tot de volgende keer. Zonder bloopers.